Om het monetaire evenwicht in balans te brengen, dienen door het ministerie van Financiën fiscale maatregelen getroffen te worden om de verdiencapaciteit van de overheid te vergroten. De cluster van bedrijfsleven, organisaties en financiële instellingen hebben hierop aangedrongen bij president Desiree Bouterse. Volgens Wilgo Bilkerdijk, de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, zal de regering meer inkomsten nodig hebben om de verhoogde overheidsuitgaven te kunnen doen. Het fiscaal die heeft te maken met geld binnenkrijgen om die betalingen te doen. En geld binnenkrijgen betekent in deze niet geld gaan lenen. Het is geld gaan trekken uit die samenleving, uit de belastingensfeer ga je dat moeten doen. En natuurlijk ga je op andere manieren ook wel compensatie moeten doen. En laat het duidelijk gezegd zijn, want we willen echt geen woorden hebben met de vakbeweging. We begrijpen ook dat de vakbeweging roept op die belastingshervorming. Wij vragen vanuit het bedrijfsleven ook naar, kijken we ook uit naar belastingshervormingen. Maar dat is eigenlijk waar het uiteindelijk op neerkomt. Je moet geld verdienen om geld uit te kunnen geven. Als je geld leent om geld uit te geven, dan zet je jezelf in de clinch. Bilkerdijk ziet de hervorming van ons belastingssysteem na de verkiezingen van 25 mei 2020 als een belangrijk onderwerp. Elke politieke partij zou volgens hem daar een aandacht moeten schenken. Onder andere met de invoering van de BTW. En dat staat overeind. Je gaat moeten je belastingssysteem ga je moeten herinrichten. En BTW is een van de dingen die je absoluut gaat moeten doen. Maar laat me het zo zeggen, ik verwacht wel dat het komt. Hoor. Dus in principe is het een belangrijk onderdeel voor de kiezer om naar te kijken. Want uiteindelijk gaat niet de persoon die aangeeft, politiek aangeeft, dat niet te willen doen. Hij kan de verkiezingen winnen, maar als hij die verkiezingen heeft gewonnen, gaat hij het wel moeten uitvoeren. Dus je gaat to be smart van wie je kiest om die job te gaan doen. Want uiteindelijk kom je er niet onderuit. De overheid moet die inkomsten hebben om die uitgaven te kunnen doen.